Dag beste Pure bezoekers. Dag, welkom terug iedereen. Grote verrassing, Pure Play op de vrijdag. Ja. De overload is iets te groot, vandaar dat we dus nu er een paar extra releasen. We spelen vandaag een spel waar nog nooit iemand van gehoord zal hebben. Gekke Japanse shit. Ondergetekende weet er ook totaal niks van. Je wist er niks van, tot voor kort. Daarna hebben we onderzoekingswerk moeten doen, want we toch proberen een beetje duiding te geven bij dit spel. Ja. Saint Seiya Sanctuary Battle. Hi. Jij hebt het ook al een beetje opgezocht, dacht ik, of niet? Ja, ik wist dat het een serie was en dat ze daar een game op gebaseerd hebben. Weet je dan ook waarover dat gaat, dit spel? Of niet? Het lijkt mij alsof het gewoon een kerel is die kan transformeren in iets cool en dan iets moet bevrijden of redden. Ja, dat is het eigenlijk gewoon, ja. Puur gok. Daar komt het eigenlijk op neer. Het is inderdaad dus deze kerel met vier of vijf anderen, dacht ik. Het heeft wel iets arcade-achtigs, vind ik. Met een bronzen armor en zij moeten dus niet ontoevallig 12 verschillende paleizen met Golden Saints bevechten om de godin Athena te bevrijden. Dus de Griekse mythologie is er op zeer abstracte wijze in verwerkt. Ja. En natuurlijk, ja, die 12 paleizen staan dus ook signaal voor de twee, staan teken voor de 12 sterrenbeelden. Ja. Je hebt dus de Taurus, je hebt dan de Sagittarius, je hebt van alles. Ja, dus dat zijn dan al de Engelse varianten van de horoscoop. Van de horoscoop, ja. En daar komt het dus inderdaad op neer. Het is gebaseerd op een manga/anime. Ja. Manga was natuurlijk in de meeste gevallen, denk ik zelfs alle gevallen, eerst. En dan is er een anime-reeks van gemaakt. En nu komt dit PS3-spel eraan. Gebaseerd op het eerste seizoen van de serie, heb ik verstaan. Ja. Want de serie, ik zeg het, ken ik dus totaal niet. En... Ja, je hoort mij al zo zuchten, hè. Dus, ja, dus, gevoel te bui hangen, hè. Maar ik vind het echt een arcade-stijl, dus er komt van onder op wat je moet doen, of wat verhaallijnen, en jij moet gewoon mannen neerkloppen. Met een of andere move en zo. Maar ik vind het ook enorm een cakepak. Ik moet ze wel kudo's geven voor het feit dat ze er... grafisch ziet het er wel dat ze het authentiek houden en dat het helemaal in het Japans is. Ja. Met Engelse subtitles wel, maar... Chance. Ja. Dus had je er weinig aan. Wat de opzet eigenlijk van het spel gewoon is, is dus paleis per paleis. En dan klip je naar boven. Dus heel veel variatie is er niet aan. En je moet echt gewoon overal vijanden verslaan. En als je ze niet verslaat, kijk, je kunt er dus niet door. Hè. Nee. Dat blauw hier. Dus je moet echt wel knokken om door te geraken. En je gebruikt dan je combo's, je speciale powers. Ja. Je hebt een soort van special power. Die blauwe balk dan wordt mijn levensbalk linksbovenaan. Dat is een balk genaamd... gevuld met Cosmo heet dat dan in dit spel. Dat is ja, een soort van... Mana. Magische kracht eigenlijk, ja. Dus als ik die gebruik, dan vertraagt de tijd. Je ziet het ook. Er is een stuk nu dat gaat opgebruikt worden. Dat is eigenlijk mijn seventh sense. Mijn zevende zintuig. Zevende. Alsof dat de zesde al niet genoeg was, hè. Die ze moeten nog een keer de zevende hebben. Vuile stoefers. We're Japanese, we need seven. We need seven senses. Ik had bijna sins gezegd. Ja, moet je al die pilaren hier omwerken? De zeven zonden, dat is iets anders. Ja. Nee, maar dat is inderdaad wel goed dat je dat zegt. Dan kan je dat even toelichten. Die pilaren kunnen kapot. En als er vijanden onder staan, dan worden zij ook geraakt door die brokstukken. En dan kun jij daar zo van profiteren om die, zo. Ja, om die wat schade aan te doen. Dat helpt. Maar... Echt, die mannetjes, al die vijanden hier, die doen mij eigenlijk... Die zijn er allemaal zo hetzelfde uit. En dat doet mij denken aan die vijanden zo vanuit de... Sorry dat ik de vergelijking moet maken met de Power Rangers. Maar, ja, het heeft wel iets hebben, die droegen allemaal zo grijs pakje precies, weet je nog? Ja. Ik weet nu niet meer de naam van die mannetjes in de Power Rangers series. Henchmen, maar, van die henchmen. Zed of Rita of wat allemaal. Maar dus ik wil ook maar opnieuw zeggen... Variatie qua design van de vijanden is er ook niet echt. Het is allemaal heel recht toe recht aan. Ja, het is eigenlijk gewoon een... Het is gewoon knokken. Ja, gewoon een slasher, hè. Gewoon knallen, button basher. Ja, een beat'em-up. Een beat'em-up, inderdaad. Een beat'em-up, ja. Was er een slasher. Een slasher. Nee. Een hack en slasher, dan net wel... Ik vind het iets arcade-achtigs en grafisch ziet het er goed uit. Wat er wel bij moet gezegd worden, is die installatie. Ja! 4 gigabyte, ondanks het feit dat er op het doosje vermeld staat 6 megabyte, dus dan verwacht je enkel een... Ja, dan denk je even iets klein of zo. Het zal maar, dat is gewoon de save data, inderdaad, dat gaat 7 op jaar de schijf. Nee. Niet eens. Je
krijgt zo even 4 gigabyte door je strot geduwd. En dan, het grappigste van al, dan heb je die 4 gigabyte geïnstalleerd. En dan vind je op het hoofdmenu, grappig genoeg, een optie terug. Een optionele optie om hem te laten installeren. Ja. Dan vraag je je af, waarom hebben ze dan in de eerste plaats al verplicht te installeren? Dus ja, er nog eens 4 gig bij. Ik was, nee, alstublieft niet. Nee, dank je. 4 gigabyte is al genoeg voor dit spel. Ja, ik ben er ook niet zo echt van onder de indruk. De mensen dat Saint Seiya... De fans van de serie of zo, hè? Als er al iemand Saint Seiya moest kennen, inderdaad, dan is dat misschien interessant. Maar anders... nee. Je speelt ook trouwens met meerdere van die personages, want hij is niet de enige natuurlijk, deze Saint. De grafisch ziet er ook wel mooi uit. Gameplay-gewijs de knoppen, allee, vallen ook zeer goed mee, vloeien goed in elkaar over. Ja, ja. Wat wil ik nog zeggen? Hoeveel zou jij dit geven? Want een score hebben we nog niet. Een score is er nog niet, klopt. Misschien hebben de abonnees in een OPM-magazine tegen nu al, maar ja, de meeste mensen dus niet. Ik zou dit echt gewoon maar tussen de 50 en de 60 geven. Ik vind het erg om het te zeggen, maar ik ben echt nog 70. Ik ben niet onder de indruk, sorry. Want als je fan bent van het genre, weet je, dan is hij wel echt een goede game, denk dat ik. Is natuurlijk het probleem. Het is amper bekend hier. Ja. Ik ken nu ook wel niet zo erg veel van anime, maar ik ken Rurouni Kenshin bijvoorbeeld wel. Dat is dan die... die ninja met zijn litteken of zo. Ja, voilà, dat is een ninja. Dat werd zelfs vroeger op het Belgische televisiekanaal VT4, dat is dan ook wel jaren geleden al. Ja. Was dat echt zaterdagmorgen, zo de cartoons ochtends, en dan werd dat echt de Engelse versie daarvan uitgezonden. Bij mij is het ook Dragon Ball Z. Een elfenlied ken ik ook, dat is dan een heel bekende anime. Slash manga, die was ook wel super cool. Dat is ieder zijn eigen ding. Natuurlijk. Game dus. Maar het ding is inderdaad, bijna niemand kent Saint Seiya hier. Nee, dus, de echte hardcores... Nee, ik had echt nog nooit van deze game of gehoord. Ik ook niet. De echte hardcores zullen hem kennen. Ik zeg het, Full Metal Alchemist ken ik, Full Metal Panic, dat zijn allemaal redelijk... Joachim die losgaat met zijn kennis ervan. Ja, ik wil maar zeggen, ik ken anime, ik heb zelfs een aantal anime-boxen hier ook staan. Ik heb in mijn vorige Pure Play al zelfs gezegd, maar... Ja, je moet echt al inderdaad grote fan zijn hiervan om dit te kunnen smaken. Want... je kunt eigenlijk perfect dan komen op het principe van conversies te maken. Het is niet omdat een film of een reeks al goed is dat het spel automatisch ook goed is. Het is niet zo... Het is niet erg goed uitgewerkt. Ook niet, want... Opnieuw, je zit in enorm chaotische gevechten. Ja, en het probleem is vaak, je wordt omringd 360 graden. Dus vijanden komen ook van langs achter. En dan is het probleem dat je ze niet kunt zien aankomen, want... En dan komt er een heel groot struikelblok... De camerastandpunten. Het hangt vast, dus je kunt zelfs niet draaien of kijken van waar dat die komen. Ja, dus ineens wordt jij gewoon aangevallen. Uit niks. En dan staat je machteloos. En moest het dan zijn in het doemscenario dat je nog maar een beetje health over hebt. Dat is wel frustrerend. Dan ligt je neer. Ja. En dan komen er een paar vloekwoordjes uit. Ja, dus ja, er is toch het een en het ander wel mis aan Saint Seiya Sanctuary Battle. Sorry, dat geeft zoiets. Ja, nee. Ja. Dat tintelt. Dat is zo. Sensei Sanctuary Battle. En straks krijgen we ook een klein bossfightje. Ik denk niet meer dat we aan de bossfight gaan geraken. Maar ik denk dat ze het ook wel nu allemaal doorhebben. Een van die 12. Precies inhoud. Ja, een van die 12 Golden States, daar gaan we ook niet meer aan geraken, denk ik. We zitten nu aan die van Taurus. Maar dit wordt al binnen de weg uit de hand te lopen. Ja. De actie is wel in orde, hè? Ja. De sequenties en de combo's zijn wel leuk, maar... De uitwerking daar valt echter. Het is wel een beetje repetitief ook weer, hè. Dus het is altijd hetzelfde ver. En, Ja, coole move al hier, kijk. De framerate kan ook een beetje droppen vanwege al die chaos en die... Als er veel tegelijk gebeurt, dan gebeurt het inderdaad dat de framerate het even laat afweten. Ik vind onderweg hier in die fasen ook wel... Kijk, een aantal... Een aantal van die orbs om mij weer met mijn balkjes te vullen. Ja. Er komen ook later nog specialere moves aan. Het is qua... En dan die gekke Japanse sfeer. En qua Japanse sfeer, crazy Japanese shit uit, dan is deze wel uw ding. Ja, ze blijven wel trouw aan de sfeer en al, maar dus nogmaals, het spel moet ook goed uitgewerkt zijn. En
Nu is er nog één gastje over en die gaat nu neer. Arme kerel. Er wordt helemaal in de pan gehakt. En nu krijgen wij een of andere... Bos waarschijnlijk. Damn. Een beetje kick your ass. Dat is origineel. Ja. Het is vaak hier natuurlijk de bedoeling van te ontwijken en dan aan te vallen. Ja. Zie je, want die kan mij gooien. Mij redelijk veel pijn doen. Op normal heb je nog gelukkig wel... Het voorval dat je health wordt bijgevuld. Kijk, als je niet wordt geraakt. Ah, ja. Het balkje vult een beetje aan. En dan kun je toch de klap een beetje opvangen. Terwijl blijf ik eigenlijk maar rammen op al die knoppen. Ja, maar bon. Kijk, als je ook een aanval juist weet te dodgen, te ontwijken, dan kan het zijn dat je automatisch ook gaat in die... Overdrive, in die... Seventh Sense daar, met die Cosmo, dat is dan nu magische kracht. Ik denk dat ik nu ook die kill eens een pak slag kan geven, want als je het op het juiste moment doet, krijg je ook wel zo'n cinematisch camerastandpunt even, waar hij dan zo inzoomt, dat je die dan een gans pak slag geeft, en dan vliegt hij even door de lucht. Als het lukt natuurlijk, dat is de voorwaarde wel, dat is niet het geval. Special attack, bam. Dan ga ik me gooien, au. Ja, je ziet het komt altijd op hetzelfde eigenlijk neer. Inderdaad, ja. En ik denk dat we ook hier stilaan gaan afronden. Het is mappen. Mappen, dodgen, mappen. Allee. Ik zal altijd open voor nieuwe dingen, zeker voor iets als Saint Seiya, hoe raar dan het ook mogen zijn, ja, maar die Japanners, ja. Veel diepgang heeft het ook niet. Het is een stralende serie, akkoord, mooie graphics. Ja, het is leuk om je mee te amuseren als je van die stijl af nog meer iets doet. Nee, en dan moet je al bereid zijn om al de andere minpunten erbij te pakken. Hè. De camerastandpunten zijn nog altijd voornamelijk een groot heikelpunt. Die grote installatie. Groot installatie. Ondanks het feit dat het er niet bij staat. Frame drops. Soms. Ja, ze zijn wel zelden, dat moet ik er wel bij zeggen. Ja, okay, nee, maar ze zijn er. Ze zijn er wel. Ze zijn er natuurlijk wel en het is allemaal redelijk eentonig. Ja. Daarentegen, het speelt wel vlot, je zet er heel snel mee weg. Ja. Je wordt er echt in losgelaten en ja, er is niet veel uitleg ook niet aan nodig. Nee. Maar natuurlijk de keerzijde van die medaille is dat er ook niet zoveel variatie in zit. Nee. Het is echt allemaal knokken en... Ja, en knokken. Nee, het is echt gewoon knokken. Ik was nog aan het denken als er iets dat ik zou vergeten hebben, maar nee. Het is echt gewoon vechten. Ja. Ja. Nu gaan we het belaten. Saint Seiya Sanctuary Battle. Ja. Wat mij betreft, je moogt hem laten liggen. Ja. Dat is mijn advies. Kijk uit naar iets beters. Maar nogmaals, niet veel mensen zullen ook al gehoord hebben van de serie. Nee. Is eigenlijk jammer, want nu wordt er ook afbreuk gedaan. Ja, aan de serie. Aan de serie en de manga. Dat hoeft niet noodzakelijk slecht te zijn. Ja. Het is dat. Goddammit, ga ik nog mijn superaanval nu gebruiken. En maken dat ik weg ben. En ja, jullie mogen ook maken dat jullie weg zijn. Nog een fijne dag verder. Bye, tot de volgende Pure Play. Tot de volgende. Bye. See ya!